Het zoutvaatje, oftewel de vouwdubbelsteen, ligt al klaar. En nu plaatsen we de tijdkaarten. De nacht natuurlijk onderop en de dag bovenop. Dan plaatsen we de hartkaarten en dan kan het spel beginnen. Welk hokje ga jij doen, Ruben? 5. Nummer 5. Je kiest een hokje uit en telt daarbij het aantal keren dat de vouwdubbelsteen heen en weer gaat. Pak een hartkaart. Nou, pak maar een hartkaart. Wat staat erop? Vuilruimen. Vuilruimen. Kun je hier vuilruimen? Zou dat kunnen? Ja. Ja, dus wat ga je dan doen? Ik ga hier vuil. Je gaat al het vuil uit het water halen? Uh-huh. Nou, hartstikke goed. Dus die hebben we alvast binnen, hè? Nummer 5. Ik kies voor nummertje 3. 1, 2, 3. En ik neem die. Wat staat er? Er is een uur verstreken. Pak een tijdkaart van het bord. Uh-oh. Ja, doe ik wel. Doe jij dat? Niet goed. Op deze manier wordt het dus steeds donkerder. En alle opdrachten moeten vervuld zijn. Maar als er nog maar één tijdkaart ligt... Er is een uur verstreken. Pak een tijdkaart van het bord. Oh nee! We hebben verloren! Oh. Dan verliezen we allemaal. Maar nu zijn we eerst nog bezig om alle opdrachten te vervullen. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik kies deze. Boven het bord laten zien, zo. En lees maar voor. Er is een uur verstreken. Pak een tijdkaart van het bord. Oh, alweer een tijdkaart eraf. Ik kies nummer 1. Wat zou er aan de hand zijn trouwens? Wat is er hier aan de hand? De bloem krijgt geen water. Ja, de bloem is helemaal dor aan het worden, ja. Hè? Nou, eens kijken of we de bloem kunnen helpen. 1. En dan kies ik die. En dan is het... Zet je hart aan. Pak een hartkaart. En mijn hartkaart is... Lachen. Kunnen we de bloem helpen door te lachen naar de bloem? Wat vinden jullie? We kunnen de bloem liefde geven. We kunnen de bloem liefde geven, maar lachen naar de bloem, daar heeft deze bloem op dit moment niet zoveel aan, hè? Nee. Nou, dan leggen we die kaart leggen we nog hier, want die kunnen we nu niet gebruiken. 8. Nummertje 8. 5, 6, 7, 8. Deze. Zet je hart aan, pak één hartkaart. Goed zo. Even boven het bord laten zien wat het is. Lachen. Ook al lachen. Maar wat, even kijken, wat is er bij 8 aan de hand? Wat zien we daar? Wat zien we daar? Een konijntje. Een konijntje. En is het konijn, wat is er met het konijntje aan de hand? Weet ik niet. Is hij helemaal alleen? Ja. En is hij misschien een beetje verdrietig? Ja. En zou het dan helpen als we naar het konijntje gaan lachen? Ja. Ja? Als we vriendjes worden met het konijntje? Nou, leg de kaarten maar op. Die opdracht hebben we vervuld. Ik ga nummertje 3 doen. Wat zou er aan de hand zijn? Het jongetje is helemaal alleen. Hè? Maar kijk eens naar zijn gezicht. Vindt hij het leuk om alleen te zijn? Nee. Nee, hij is misschien ook een beetje verdrietig, hè? Ja. Oké, nou. 1, 2, 3. Ik neem die. Zet je hart aan. Pak een hartkaart. Geef maar, Jup. Geef de kaart maar. Oh, weet je wat hier staat op deze kaart? Luisteren. Kunnen we het jongetje helpen door naar hem te luisteren? Als we naar zijn probleem luisteren, zou dat dan fijn zijn voor hem? Ja. Ja, hè? Ja, dus we gaan naar zijn probleem luisteren. Nou, die opdracht hebben we ook vervuld. Welke neem je, Ruben? 9. Weer 9, hè? Doe maar boven het bord. Ik moet 9 halen. Ich, ni, san, ji, go. Raku, si, ji, ha, ji, kyu. Kyu. Kies. Di. Wat staat erop? Wil je het even voorlezen? Pak een kaart van de weglegstapel en leg hem onder op de hartstapel. Nou, pak de kaart maar van de weglegstapel. En die mag je weer onderop leggen, hè? Dus die mag weer meedoen. Uh-huh. Jij bent aan de beurt. Ik kies nummertje 4. Oké. 1, 2,
3, 4. Ik kies deze. Even wat lager op het. Zet je hart aan, pak een hartkaart. Nou, pak maar een hartkaart. Voor nummertje. Water. Water. En je had, wat is hier aan de hand? Wat is er aan de hand met dit, op dit spelletje? Hij is helemaal alleen. Nee. Hij durft niet over te steken. Hij durft niet over te steken. Maar ja, wat voor kaart heb je daar? Water. Water. Heeft hij water nodig? Niet echt, hè? Nou, leg maar op de weglegstijl. Lekker. Go, look good, sit you, had you, cute. Welke kies je eigenlijk, Roman? Zet je hart aan, pak een hartkaart. Welke kies je? Voor nee. Wat gebeurt er eigenlijk hier? De vis zwemt in vervuild water. Ja, de vis zwemt in vervuild water. En hij kijkt ook misschien een beetje bang, of niet? Wat denk je zelf? Kan ik de vis aandacht geven? Aandacht geven? Nee. Denk je zelf? Kun je nog hier kan nog van de... Nee, je dat maar, is hij daarmee geholpen? Nee, dat kan niet. Is de vis daarmee geholpen? Misschien als ik hem genoeg aandacht geef en daar door water ga halen. Nou, wat vinden we? Kan het wel of kan het niet met aandacht geven? Zou hij daarmee geholpen zijn? Nee. Ja, maar misschien ook wel, hè? Want dan weet hij in ieder geval dat we ook aandacht aan zijn situatie hebben besteed. En dat we in de toekomst ons best gaan doen om het te veranderen. Nou, wat denken we? Ja of nee? Wat zeg je? Ja. Jij? Ja. Ik zeg ook ja. Dus leg maar neer. Die opdracht hebben we vervuld. Ik kies voor nummer 4. Wacht. 1, 2, 3, 4. Ik kies deze. Pak een kaart van de weglegstapel. Leg hem onder op de hartstapel. Eentje maar. Ja, eentje maar. Ja. Vandaag is het lange licht. Leg een tijdkaart op. Terug op het bord. Oh, joepie! Iets geven. Ik geef de moeder een mooie bloem. Jee, alle opdrachten zijn vervuld. Volgende dag!